Maar liefst 64 teams met ongeveer 850 voetballers doen vandaag zaterdag 3 juni mee aan het Jos Wokke toernooi. Hier op het terrein van Duinrand Essenschorrel. Toernooileider Thijs Niekers, dat is echt een groot toernooi, hè? Ja, het is echt heel groot. Er zijn 100 wedstrijden van 9 uur 's ochtends tot zeker 9:30 's avonds. Dus ja, het is een strak schema. Ja, zeker weten. Waar komen al die voetballers vandaan? Het merendeel komt uit Schorrel, Egmond en Bergen. Maar we hebben ook teams uit Amstelveen, Amsterdam, Krommenie, Petten, Schermer. En nog, ik zou waarschijnlijk nog eentje vergeten zijn, maar ongetwijfeld. Ja. Dit toernooi is nieuw en vernoemd ook dus naar Jos Wokke. Wie is Jos Wokke en waarom staat zijn naam in de titel van dit toernooi? Jos Wokke is iemand die altijd voor ons heeft klaargestaan, altijd wedstrijd heeft gefloten, maar nu heel ernstig ziek is. Dus, en hij is onderscheiden door de KNVB en we hebben gezegd, nou, we moeten dit toernooi naar hem noemen als dank voor wat hij allemaal heeft gedaan voor ons. Vandaag dus de hele dag een groot toernooi hier op de velden van Duinrand S. Het is druk, er zijn veel deelnemers. Was het lastig om dit evenement te organiseren? Ja, ik kan niet zeggen dat het niet lastig is. 8:50 dacht ik van, ik las alles af, het is te veel druk. Dus, maar het loopt nu, de eerste prijsuitreikingen zijn geweest. Eigenlijk hebben we de grootste drukte gehad. Is het freewheel naar het einde, dat hoop ik dan maar. Ja. En wat voor soort mensen hebben er allemaal aan meegeholpen? Allemaal vrijwilligers. Heel veel vrijwilligers van Duinrand. Elk team heeft zijn vrijwilligers bijgedragen. En ook mensen die geen team hebben. Het is schitterend. Ja. Ja. Wat is er nou zo mooi aan dit toernooi? Nou, in ieder geval het mooie weer. En dat het eigenlijk het is gestart als voortzetting van wat we vroeger hadden, het beste toernooi. Maar omdat je nu nog maar 3 verenigingen hebt in Bergen, Egmond en Schorrel, kunnen we niet echt een toernooi organiseren. Dus we hebben andere teams bijgehaald. Maar het is ontstaan uit het dorp, gemeente Bergen. Ja. Volgend jaar weer een Jos Wokke toernooi? Ja, maar daar ga ik pas maandag aan denken. Als je het goed vindt. Nee, kan. Ja, het is mogelijk. Ja. Ja. Thijs Niekers, toernooileider vandaag bij Duinrand S. Bedankt voor het verhaal. Ja, graag gedaan. Jij ook bedankt.